Het voetbaljaar 2022 zit erop voor SV Urk. Het was een bijzonder jaar. De ploeg werd kampioen van de hoofdklasse en promoveerde zo heel knap naar de derde divisie. Sportverslaggever Han Dijkstra blikt terug met een van de hoofdrolspelers. Ja, en een van die hoofdrolspelers is Hessel Snoek. Hessel, de aanvaller van SV Urk, ga eens terug naar dat mooie moment toen jullie kampioen werden. Dat was inderdaad een fantastisch mooi moment voor niet alleen wij, laat ik het zo zeggen, als SV Urk zijnde, maar ik denk voor het hele dorp. Smiddags hier, we komen met z'n allen aan. Je gaat ervan uit eigenlijk dat je een week later misschien kampioen kan worden in een kampioenswedstrijd tegen Genemuiden. Dat was stiekem misschien wel het mooiste scenario geweest. Maar wij wisten ook van, als je die wedstrijd gaat voetballen, wordt het misschien wel moeilijker. Als dat je nu vandaag weet te winnen en misschien met alle hulp dat je dan nog kampioen wordt. Ja, wat was het een feest, hè? Ja, dat was gewoon een gigantisch mooi feest hier op het veld. Daarna nog in de tent en in de kantine. Ja, iedereen heeft er denk ik heel veel van genoten. Ja, leg die situatie nog eens uit, want het kwam toch eigenlijk als een verrassing die zaterdagmiddag, hè? Ja, je weet van tevoren, je moet winnen in zo'n wedstrijd. En ja, je weet dat je concurrenten, we hadden er op dat moment nog twee. Eemdijk en Genemuiden natuurlijk. Die moeten allebei verliezen. Of punten verspelen. En dan waren wij kampioen. Ja, dan kom je in zo'n wedstrijd tegen Bergen, kom je 1-0 achter. Ja, dan weet je, dit gaat heel lastig worden. Het is best wel een verdedigende ploeg. Ja, dan scoort je gelukkig de 1-1. En dan... Ja, in de laatste 10 minuten schoot Jelle dan nog die 2-1. Ja, waardoor je eigenlijk... Er kwam zo'n ontlading binnen de groep binnen, waarvoor niemand wist eigenlijk dat je kampioen was. Maar toch voelde het wel zo. En dat was wel, dat was wel mooi. Ja. Jij was topscorer van de ploeg. Ik sprak je direct na die wedstrijd ook. Je had al gezegd, ik stop ermee. Einde carrière, punt uit. En toen zei ik tegen je in de kleedkamer, Hessel, ga je volgend jaar door? Ga je toch door? Nee, zei je absoluut niet. Maar toch kwam je terug. Hoe kan dat je toch weer bent gaan voetballen? Ja, ik heb dat natuurlijk gezegd ook van tevoren. Ja, als ik een kleine mag krijgen, dan is voor mij de keuze makkelijk. En dan ga ik stoppen. En de kleine die is er natuurlijk. En daar genieten we mijn volle teugen van. En ja, met dat genieten van de kleine ging ik eigenlijk ook wel het voetbal missen. Misschien is dat ook wel geweest omdat er voor de rest weinig was, laat ik het zo zeggen. Want ik zou aansluiten bij Urk 3 en die waren totaal nog niet in training. En Urk 1, dat traint alweer op dit seizoen. En dan ga je dat toch weer volgen, dan gaat het weer prikkelen en dan ga je het thuis erover hebben. Ja, en toen zijn we wel, uiteindelijk is het wel met instemming van de vrouw natuurlijk, met goed overleg. Van ja, nou, we gaan nog een seizoen door. Ja, geweldig moment was dat. En dan is die eerste wedstrijd er, hè, in de derde divisie. Scoor je ook nog? Ja. Het was voor mij natuurlijk een pluspuntje dat ik dan in die wedstrijd nog mocht gaan voetballen. Want ik had natuurlijk nog maar 1 training gehad. En misschien 10 kilo overgewicht. wat iedereen wel zag. En als je dan ook nog een goal mag maken in een wedstrijd, in zo'n wedstrijd, dat je met 5-1 wint en zo de competitie mag beginnen. Ja, dat was heel mooi. Ja, geweldig moment dus. Het is nu een beetje erin, eruit, wel basisbank. Hoe zit het precies? Wat voor rol heb je nu? Ja, kijk, van tevoren wist je natuurlijk, je bent geen directe basisspeler, wat je vorig jaar het hele seizoen wel bent geweest. En dat is ook logisch. Je bent, daarvoor heb je minimaal 10 weken niks gedaan. En dan heb je best wel een grote achterstand op de jongens. Dus ik wist van tevoren dat ik de eerste 6-7 wedstrijden, zou ik geen basis komen te spelen. Ja, en daarna hoop je op basisplek. En ja, af en toe heb je dan een basisplek en af en toe zit je op de bank. Jij hoopt natuurlijk altijd op een basisplek, maar ja, je moet gewoon keihard blijven knokken om daar te komen. Ja. Jullie spelen nu in die derde divisie, een enorme vliegende start was het. Jullie waren zelfs koploper in het begin, maar ondertussen helemaal afgezakt, hè, naar de derde plaats van onderen. Hoe kan dat, dat het verval zo groot was? Was het echt dat beginnersgeluk in die derde divisie, in het begin? Ja, ik weet niet of het ook echt de beginnersgeluk is. We hebben de eerste wedstrijd. Dwing je natuurlijk af dat Sparta Nijkerk totaal geen goede wedstrijd heeft. En wij wel. Daardoor win je 5-1. Daarna tegen Sportlust gaan wij op vechtlust. Winnen wij eigenlijk zo'n wedstrijd. Dat was ook tegen Dovo. ACV, dan is het ook een hele goede ploeg. Dat zie je, zijn nu koploper. Daar haal je gelijk spel uit. En dan begin je die competitie fantastisch. Daarna krijg je iets meer tegenslagen. Dan kun je meer blessuretjes en...
Maar ja, dat mag niet ons weerhouden om geen punten meer te halen. En dan, ja, ik weet niet of er wat eens in de groep sluipt. Maar wij zijn nog net zo positief als in het begin van het seizoen. Het scoren, dat gaat ons nog niet zo heel makkelijk af. En het kansen creëren, ook afgelopen zaterdag weer. Ja, een moeizame wedstrijd, maar je creëert ook heel weinig. En dat is misschien wel een groot manco. Want als wij wel veel creëren, dan weten wij zelf waarin wij in staat zijn. En dan zijn wij gewoon een hele goede ploeg. En dan horen wij gewoon daar thuis. Ja, 2022 afgesloten. Nu even kerst, oud en nieuw vieren. Maar de grote vraag is, blijven jullie erin? Blijft Urk in deze derde divisie? Ja, als het aan ons ligt, dan doen wij natuurlijk alles aan om in die derde divisie te blijven. En ik denk ook niet dat wij meer thuis horen in de hoofdklasse. Als je ziet wat wij voor kwaliteit hebben met de ploeg en met de club, dan horen wij ook gewoon op dat podium thuis. Nu zijn alleen de resultaten zijn nog niet zo heel goed, maar dat komt ook wel weer. Ja, gaat het goed komen? Ja, dat gaat allemaal wel goed komen. Wij blijven gewoon in de derde divisie. Okay. Hessel Snoek, dankjewel. Veel succes komend jaar dus, hè? Ja. 2022 afgesloten. Je bent er gewoon het hele jaar bij geweest, wat niemand had verwacht, maar je bent er gewoon weer bij. Succes in 2023. Hessel Snoek van SV Urk denkt dus dat ze volgend jaar gewoon in de derde divisie blijven. Ja, voor sportverslaggever Han Dijkstra was dat. De competitie in de derde divisie die ligt nu een paar weken stil. Urk die speelt de eerste volgende competitiewedstrijd op 21 januari volgend jaar. En op donderdag 12 januari spelen de Urkers tegen Katwijk. Dat is een duel in de KNVB-bekertoernooi.